Dankjewel. Wauw. Hier zijn nog een paar blaadjes. Wauw, wat een heerlijke tijd van aanbidding. Dank jullie wel. Ja. Jan, die zei net tegen me, ik zag terwijl we aanbaden, zag ik de overwinningswagens van Gods Koninkrijk. Zag ik gaan en de wagens van God zijn vele malen meer dan wat de vijand kan inbrengen in je leven. Amen. Het gekke was dat ik heb met Marieke, overigens voor degene die dat niet weten, zij is mijn dochter, die aanbidding leidde. Maar ja, geweldig, wat een topdochter. Maar ik heb met haar niet besproken wat ik zou gaan behandelen. En zij heeft feitelijk mijn hele preek uitgezongen. Dus eigenlijk zijn we klaar. Maar ja, ik word toch betaald om... Nee. Geintje. Nee, we gaan het een beetje uitdiepen met elkaar. Kijk, afgelopen tijd realiseerde ik me dat in heel Nederland is aan de ene kant een enorme verwachting van een geestelijke doorbraak, opwekking. We verwachten het allemaal. En het gekke is, niet alleen maar in evangelische kerken is die verwachting groeiende, maar zeg maar over het hele brede spectrum van verschillende kerken, van welke achtergrond ook, groeit de verwachting dat God iets bijzonders wil gaan doen in deze tijd, door zijn kerk heen, maar als het moet zelfs over de kerk heen. Kijk, Zuid-Afrika is ook aanwezig. Hallo. Fijn dat je er bent. Maar goed, dat betekent dat terwijl die verwachting groeit, is de vijand ook bezig. En de vijand wil iedere verwachting het liefst zoveel mogelijk smoren. De vijand wil zoveel mogelijk je oog africhten van de verwachting van de glorie van God en zoveel mogelijk richten op de omstandigheden en op de dingen die misschien je te neerdrukken. De vijand wil dat je je oog van God en van het koninkrijk van God en van de glorie en de doorbraak van Gods koninkrijk africht en richt naar de zaken om je heen. En ik kom dus mensen tegen die, ondanks het feit dat ze een geweldige verwachting hebben van een doorbraak van God, ik kom mensen tegen die terneergeslagen zijn vanwege omstandigheden. En die omstandigheden zijn reëel. Dat erkennen we. Daar schreeuwen we niet overheen. Die omstandigheden zijn reëel. En dat kan van alles zijn. Het kunnen relationele problemen zijn. Het kunnen gewoon interne problemen in jou zijn. Het kunnen situaties op je werk of op school zijn. Het kan van alles zijn. Het kan zijn dat ineens dingen naar boven komen die je al jaren geleden had gedacht, daar heb ik mee afgerekend. Maar ineens komt het weer naar boven. En soms is dat een diep verdriet dat op een of andere manier gedeeltelijk was verwerkt, maar nog niet volledig was uitgeleverd aan Jezus. En er komen dus mensen tegen die ineens zeggen van, Richard, mijn verwachting is top. Ik geloof dat dit de tijd is. Maar ik voel er op dit moment helemaal niet naar. Ik ben moe. Ik ben uitgeblust. Het lijkt wel alsof de bitterheid van vroeger ineens weer naar boven komt. De verwondingen, de teleurstellingen, de depressiviteit, de angst, de vermoeidheid. En dan zeg ik dit. Lieve mensen, als er iets te winnen valt, dan wordt de vijand actief. Als er niks te winnen valt, dan is hij zo stil als een muisje. Maar als hij het gevoel heeft, als de vijand het gevoel heeft dat er een doorbraak aanstaande is, dan wordt hij actief. Dus als je geen enkele strijd ervaart in je leven, kom naar voren, gaan we straks voor je bidden. Want dan is de vijand is niet onder de indruk van je verwachtingen en van je leven. Als je wel strijd en tegenstand ervaart, gefeliciteerd.
Want dit is het moment waarop jij kunt bewijzen dat hij die in jou is, meer is dan die in de wereld is. Dit is het moment waarop God kan laten zien dat het koninkrijk van God sterker is, krachtiger is, mooier is, voortreffelijker is dan welke activiteit van de aarde of uit de hel. Ik wil met jullie lezen een klein stukje uit een boek dat in principe niet wordt gezien als een van de meest favoriete boeken als je bemoediging zoekt. Ik wil met jullie een klein tekstje lezen uit het boek Job. Ja. Maar dit is een van de meest prachtige gedeelten uit het boek Job. Oh, dit gedeelte heeft mij al zo vaak gezegend. Ik weet nog goed dat ik zelf op een bepaald moment in mijn leven, toen was ik al voorganger hier in Ravel Amersfoort, dat er dingen waren die ik had weggedrukt mijn hele leven lang, maar ik was er nooit doorheen gegaan. Een diep verdriet, waarin mijn vertrouwen als kind destijds ontzettend geschonden was. Diepe rouw had ik weggedrukt, had ik weggestopt. En op een gegeven ogenblik moest er een dame, voor een 70-jarige dame uit Amerika komen, om dat in mij wakker te schudden, zodat ik bereid zou zijn om het aan Jezus te geven. En ik heb een aantal keren geweigerd om te reageren op haar oproep. Sterker nog, ik heb nog nooit iemand mijn kantoor uitgezet. Ik heb haar 2 keer mijn kantoor uitgezet. Ze was hoofdpastoraat, ze was een sterk profetische vrouw. Ze leidde destijds de bediening die in onze gemeente op een gegeven ogenblik ook een belangrijke rol is gaan spelen, Cleansing Stream. En Cleansing Stream bestond toen nog helemaal niet in Nederland. En zij zei van, ik geloof dat God wil dat jij iets gaat uitleveren. Ik weet niet wat het is, maar God heeft me naar Nederland gestuurd om ervoor te zorgen dat jij dat gaat overgeven, zodat de genezing kan komen. Zodat die stroom van genezing kan gaan vloeien. Ik zei, ik laat jou er niet bij, B, ik laat mezelf er niet bij, en C, wat doe je hier mijn kantoor uit? Ik was er niet aan toe. En normaal ben ik heel lief. Maar soms is het gewoon zo dat iets zoveel pijn doet, dat je zegt, hoe kan ik in de lieve vrede God daarbij toelaten? Het doet zozeer. Het doet zo'n pijn. En als jij hier zit en je hebt pijn uit je verleden, je hebt pijn uit misschien wel de dingen die je zijn aangedaan, je hebt pijn uit je eigen keuzes, je hebt pijn omdat het leven gewoon, laten we daarin heel eerlijk zijn, soms verrekte zeer doet. Dan zeg ik dit. Het meest briljante wat je kan doen, het meest verstandige wat je kunt doen, het meest genezende en zegenrijke wat je kunt doen, is het niet blijven wegdrukken, maar het in Gods handen geven. En ik geloof dat we dat vanmorgen mogen gaan doen. Ik geloof dat er vanmorgen dingen in de handen van God terecht gaan komen waarvan je nooit had gedacht dat het zou gebeuren, maar toevallig zit je hier en God spreekt op dit moment rechtstreeks tot jouw hart. God spreekt rechtstreeks tot jouw diepste innerlijk. En misschien ben je al jaren christen en je hebt een nieuwe geest, je hebt een vernieuwde geest. In je geest is alles goed, maar in je ziel is het nog nooit tot genezing en tot volwassenheid gekomen en tot genezing gekomen. En ik zeg je dit is jouw dag dan. Dit is jouw dag. Job 11, vers 13 tot en met 18, daar staat het volgende. Maar jij, wie? Jij. Ik. Wij. Maar jij, je kunt je bezinnen. En je kunt je handen uitstrekken naar God. Breek met je slechte daad. Ik zal dat strakjes nog heel even uitleggen, want eigenlijk staat er iets veel hoopvollers dan alleen maar dat je weer harder aan de slag moet met jezelf. No. Breek met je slechte daden. Geef het onrecht geen plaats in je huis. Dan kun je 4 je hoofd opheffen en dan sta je sterk en hoef je nergens bang voor te zijn. Al je ellende zul je vergeten en het wordt een verre herinnering. Water dat voorbij is gestroomd. De zon zal weer doorbreken in je leven. De donkere uren worden een nieuwe morgen. En je zult weer vertrouwen hebben in je toekomst. Man, als je dit gewoon elke dag aan het begin van de dag leest,
Dat alleen al maakt dat je met de dag gezonder wordt. Het woord van God keert trouwens nooit ledig weer. Als God zijn woord geeft, dan komt het altijd op en het doet altijd waartoe God het zendt. Gods woord is fantastisch. Gods woord werkt zelfs op dit moment, terwijl je misschien hier wel zit en je denkt bij jezelf, dat hadden we niet afgesproken, dat het vanmorgen over mij zou gaan. En dan denk je bij jezelf, ik sluit me af, maar terwijl je je misschien probeert af te sluiten, Gods woord is al in je hart gevallen en het werkt er op dit moment. Dit is een onomkeerbaar proces. En dat proces van Gods woord dat werkzaam is, dat doet wonderen. Gods woord doet wonderen. En als jij misschien alle hoop op een doorbraak al lang had opgegeven, dan zeg ik dit, Gods woord doet op dit moment wonderen. En als het vanmorgen niet voelbaar is, dan wordt het morgen ervaarbaar, of overmorgen, of de dag daarop. Want Gods woord is niet te stuiten, het is een kracht tot behoud. Het is zo fantastisch. Fantastisch om te merken dat Gods woord elke overweging van je eigen binnenste overwinnen kan, omdat het een geestelijke kracht is tot behoud voor ieder die gelooft. Nou, dit is het eerste wat ik uit deze tekst haal. En dat is de oproep bezin je. Je kunt je bezinnen. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen, bezin je, dat is altijd in Nederland lijkt dat een beetje synoniem met navelstaren. Dat is niet wat de Bijbel hier zegt. De Bijbel zegt, kom bij zinnen. Bezinnen is bij zinnen komen. En dat betekent dus dat God zegt, je zinnen zijn op dit moment niet waar God ze graag wil hebben. En nou kun je dus dan de conclusie trekken dat je je zinnen moet verzetten. Maar sommigen van jullie doen dat al zo krampachtig. Jullie zijn zo bezig met het proberen je zinnen te verzetten. Ik ken dat. Soms, ik kan soms door iets een beetje geobsedeerd raken. als ik me iets niet herinner in een gesprek en dan wil ik iets zeggen over iets of een naam of wat dan ook. En op het moment dat ik daar dan niet op kan komen, dan kan ik zo geobsedeerd raken, dan kan ik pas weer normaal denken en over iets anders praten op het moment dat ik weet wat ik vergeten denk te zijn. Nou, dit is wat God bedoelt. Soms kun je zo geobsedeerd zijn door iets dat je bij zinnen moet komen en dat je het even los moet laten. En dat je moet zeggen, ik laat het even los, zodat ik weer normaal kan denken in het bredere perspectief, los van mijn obsessie en mijn fixatie. Alleen dat al is zo'n goed woord, dat op het moment dat je naar huis gaat met deze zekerheid, dat op het moment dat je eventjes je fixatie loslaat om weer het bredere perspectief van Gods koninkrijk eroverheen te laten gaan, dat alleen al is diep genezend, is diep gezondmakend. Want genezing betekent gewoon, God is in de business van genezing en Rafael betekent God geneest. Maar eigenlijk bedoelen we, God maakt gezond. Want op een gegeven ogenblik wordt wat gezond is alleen maar gezonder. Dus God blijft altijd bezig met jou nog gezonder, nog meer naar het beeld van Jezus Christus te helpen hervormen. En dat betekent dus dat jouw geest is nieuw, maar je ziel moet hervormd worden. Moet je denken, je voelen, alles moet hervormd worden naar het beeld van Christus. Nou, als je dus bij zinnen komt en je laat even de waan van de dag achter en de waan binnenin je achter. En de waan van de vijand die jij over je probeert uit te storten achter. Op het moment dat jij tot rust komt en je blik van je fixatie af richt naar God toe. Want dat is het geheim. Loslaten is de eerste stap van een nieuw zicht. Richt nou je oog is op degene die precies weet hoe het er met jou voor staat. God kent je diep, 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 diep. Hij kent jou zo diep
En hij houdt van je, ondanks het feit dat jij misschien, als jij in jezelf, in je eigen navel gaat zitten kijken, dan kom je dingen tegen waarvan je denkt van, oh, God niet. Hij houdt van je. Hij houdt van je. Ik bedoel, het is vandaag Vaderdag. En zelfs op Vaderdag gaat hij niet zitten en zegt hij van, kom maar met jullie cadeautjes. Maar zegt hij, Vaderdag is het perfecte moment om jullie cadeautjes te geven. Dit is zijn invulling van Vaderdag. Hij heeft vandaag cadeautjes die hij wil uitdelen. En dwars door alles heen. Weet je, jullie zijn allemaal zo goed, nee, ik ook hoor. We zijn allemaal zo goed geworden in het verbergen van wat ons dwars zit. Dat we een image zijn gaan hooghouden. Heel veel mensen leven hun image. Dodelijk vermoeiend. God zegt, ik wil dat hele geneuzel en dat hele gestrijd en dat hele gefixeer op het proberen hoog te houden van je image. Zodat andere mensen denken dat jij, zeg maar, toch beter in elkaar zit dan de werkelijkheid is. God zegt, ik wil dat image, dat wil ik van je wegnemen als last. En ik wil daarvoor in de plaats brengen een nieuwe identiteit. Je image wordt een identiteit in Christus. Lieve schatten, als je in je identiteit gaat wandelen, dat kost je geen enkele moeite. Het hooghouden van een image, daar word je 's avonds dood, moe, plof je op de bank en zeg je van, ik heb het weer een dag gered om net te doen alsof ik oké ben. En God zegt, maar je identiteit is oké. Want je bent een kind van God. Tenminste, als je ooit ja hebt gezegd tegen het geweldige aanbod dat Jezus deed, toen hij zei, het is voor jou volbracht. Vind je het goed als ik je red? Vind je het goed als ik je een nieuw leven geef? Op het moment dat je daar ja tegen zegt, dan verandert al jouw geworstel voor je image, verandert in een nieuwe identiteit in Christus. Nou, het tweede wat God zegt is, beweeg je naar mijn uitgestoken hand. Heel veel mensen hebben het gevoel dat ze moeten opklimmen ten hemel, maar zo is het niet. Het is precies andersom. En bijna alle mensen die proberen bijvoorbeeld een biddend leven te gaan leiden, en die gaan proberen op te klimmen naar de hemel, knetters, wat hebben die gasten een zware tijd. Want opklimmen naar de hemel, klim hierheen op, dat is een uitnodiging van God weliswaar, maar hij zegt wel, ik help je een handje. Dit is wat er gebeurt op het moment dat jij in de diepste diepte van een diepe put zit. Weet je, ik ben ooit een keer een week, heb ik samen met Jannie mogen optrekken met Cloud en Townsend. Dat zijn die schrijvers van de boeken, hoe mensen groeien naar volwassenheid en hoe je grenzen hanteert. Nou, we hebben een week met 11 leiders uit de wereld, mochten we een week met ze doorbrengen. En wat zij eigenlijk probeerden erin te hameren is, stop met leven uit je wilskracht en begin te leven uit geloof. Dat is een groot verschil. Je kunt op een gegeven ogenblik vanuit je wilskracht proberen hoger en hoger en hoger te komen, maar uiteindelijk is het enige wat werkelijk helpt om hoger op te komen en dichter bij God te komen, is geloof. En God zegt, ik nader tot jou, jij nadert tot mij, we komen elkaar, ik help je. Nou, dit is wat ik heel even voor je wil lezen. Als je je handen wil uitstrekken naar God. Psalm 40, vers 2 tot en met 4 zegt het volgende. Vurig zag ik uit naar de Heer. Weet je, heel veel mensen die soms even helemaal niks meer lijken te willen, die hebben nog steeds een vurig verlangen naar God hoor. Soms kom ik mensen tegen die helemaal niks meer willen met de kerk, en dat snap ik. De kerk is soms een slechte representant van het hart van God. Gewoon laten we even heel eerlijk zijn, de kerk lijkt nog niet op Jezus Christus zoals ik dat graag zou willen en zoals jij dat graag zou willen. Maar goed, dat is de realiteit, we zijn aan het groeien. Maar, als jij probeert met alles wat in je is, tegen de verdrukking en tegen de stroom en tegen de woeste kolkende rivier in, omhoog te zwemmen,
dan ga je het verliezen. Die strijd ga je niet winnen. Uiteindelijk zegt God, ik wil je bij je hand grijpen en ik wil dat vurige verlangen dat in je is, ondanks het feit dat alle dingen lijken tegen te zijn en ondanks het feit dat je bepaalde dingen niet wil, ik zie jouw vurige verlangen naar mij. En ik grijp je hand en ik trek je eruit. Nou, vurig zag ik uit naar de Heer. Ik weet zeker dat iedereen die een beetje bij zijn volle verstand is, die ziet uit, vurig uit naar God. Vurig zag ik uit naar de Heer. En hij boog zich naar me toe. Dat vind ik een van de leukste zinnen die telkens weer opnieuw terugkomen in de Bijbel. God buigt zich naar ons toe. Vroeger had je in de tijd dat er nog ronkende reclames voor Veronica waren. Op de radio was dat dan. Hè? Dat was in de tijd van het piratentijdperk. En er werd er geroepen door de luidsprekers. Veronica, kom naar je toe deze zomer. En dan kwam je verwachting, die werd opgebouwd. En je had zoiets van, naar dat feest wil ik toe. En dit is wat ik vandaag tegen je wil zeggen. Jezus Christus is al naar je toegekomen, niet alleen deze zomer. Hij, in welk seizoen je ook zit, Jezus Christus is naar je toegekomen en hij buigt zich over je heen. God buigt zich over je heen en hij grijpt je hand vast en hij zegt, ik ruk je eruit. Dit is wat er staat. Vurig zag ik uit naar de Heer. Hij boog zich naar me toe. Niet, hij zal zich in de toekomst over je buigen. Nee, er staat, hij boog zich. Het is gebeurd. Hij boog zich naar me toe en hij hoorde mij roepen. En hij trok me omhoog uit het rampzalige graf, omhoog uit het slijk en het moeras. En hij liet me weer op rotsvaste grond staan. En hij gaf mijn stappen weer stevigheid. En een nieuw lied gaf hij me in mijn mond. Een lofzang voor onze God. Let even op wat hier staat, man. Dit is toch de God waar je enthousiast van wordt. God buigt zich over je heen. Hij hoort je. Hij trekt je omhoog uit de troep. En wat hij vervolgens doet, hij zet je op rotsvaste grond. Dus daar kun je staan. Hij gaf je stappen weer stevigheid, dus je kunt weer aan de wandel, je kunt weer vooruitkomen. Er is weer progressie, je kunt weer in beweging komen. Hij zet je op een rotsvaste grond. En hij geeft je stappen weer stevigheid, je kunt weer vooruit. En het lollige is, terwijl je op rotsvaste grond bent gezet en je begint weer vooruit te komen, begint er iets van binnenuit te borrelen. Weet je, het hele christendom gaat niet over de buitenkant, het gaat over de binnenkant. En heel vaak denken we van, zie je, kijk mij weer lopen. Nee. Wat er gebeurt is, er komt van binnenuit iets tot stand. En als we hier met elkaar geloven in aanbidding is de eerste roeping, dan komt dat omdat we werkelijk reden hebben om God weer te aanbidden. En als er een nieuw lied in je opkomt, dan betekent dat het oude liedje voorbij is. Het is tijd om niet langer te blijven zitten in de oude liedjes. Die grammofoonplaat die altijd maar weer hetzelfde liedje laat horen. Of hetzelfde liedje wat er klinkt in je hoofd. Ik geloof dat het tijd is om dat liedje wat klinkt in je hoofd het zwijgen op te leggen in de naam van Jezus. En te zeggen, God heeft een nieuw lied vanuit mijn hart in mijn mond gelegd. Want alles wat uit je mond komt, dat komt eerst uit je hart. Dus, als wij zeggen een nieuw lied, dan bedoelen we niet alleen maar een ander liedje, maar dan bedoelen we het lied van Gods verlossing. Dan bedoelen we het lied van Gods genade. En alles wat in jou het oude liedje blijft herhalen, dat vormt in je hoofd, vormt dat kanaaltjes die altijd maar weer op het verkeerde punt uitkomen. God zegt, ik laat jou een nieuw lied zingen, zodat jou niet alleen je geest een nieuw lied zingt, maar dat ook je
hoofd en je hart dat nieuwe lied gaan overnemen en je handelingen dat nieuwe lied gaan overnemen. Dr. Caroline Leaf heeft aangegeven dat op het moment dat jij dingen begint uit te spreken, als jij begint te aanbidden, als jij goede woorden begint te beleiden, dan gebeurt er een wonder in je hersenen. En feitelijk is het zo dat alle oude paden die altijd op het verkeerde punt uitkwamen, die worden verlegd en er worden nieuwe paden gegraven geestelijk gezien. En dat is neurologisch aangetoond, dat is wetenschappelijk aangetoond, dat is zelfs te zien, zeg maar op hersenscans, dat in je hoofd gebeuren er wonderen op het moment dat jij positiever begint te spreken. Er zijn mensen die kletsen zichzelf totaal de vernieling in, omdat ze altijd maar weer negativiteit van de vijand oppakken en dat beginnen uit te braken over zichzelf en over anderen. En het wordt hoog tijd dat dat eens een keer verandert in de kerk. Kom op zeg. Positieve woorden doen positieve dingen. Als jij zegt, Richard, ik ben zo ontzettend verdrietig en depressief, en dan denk ik bij mezelf, oké, dat kan. Maar als we nou eens gaan afspreken, dat vanaf dit moment het eerste wat jij gaat doen elke morgen, is deze tekst uit Job hardop gaan uitspreken en daar je eigen naam mee invullen. Op het moment dat jij nou eens gaat vertellen aan je hoofd wat God al in je geest heeft gedaan, het wonder gaat herhalen. Man, wat word jij leuk. Ja, je bent nu ook al leuk natuurlijk, want God, luister, zelfs als je zo depressief bent als een konijn, ja, neem van mij aan, sommige konijnen die in zo'n klein hok moeten zitten in een eentje, die zijn, man, dat is een gevangenis. Ik heb zo medelijden met al die huiskonijnen. Die zijn diep depressief. Die moet je Gods woord voorhouden en zeggen dat ze weer in de vrijheid mogen gaan leven. Ah, halleluja. Nou oké, ik moet hierover ophouden, want anders kom ik nooit aan punt 3 en 4. De derde B is breek met je surrogaat. Want als je het nog niet had ontdekt, alle eerste woorden beginnen met een B. Dat vind ik heel knap weer van mezelf. Breek met alle surrogaat. Breek met alle surrogaat. De Naardense Bijbel vertaalt vers 14 eigenlijk het allermooist. Die zegt het volgende. Als er onheil in je hand is, doe het verre. Sommige mensen houden het onheil in hun hand. En wat God in je hand wil geven, is iets heel anders. God wil zo graag dat je het onheil laat gaan om je handen te vullen met alle heerlijkheden en rijkdommen van God. Breek met alle surrogaat, weet je? Ik weet helemaal niet wat voor surrogaatdingen er zijn waarvan jij het gevoel hebt dat dat jouw leven veiligheid geeft. Maar dit is wat de Bijbel zegt. Dat surrogaat, dat is niet anders dan onheil. Dat staat tegenover heil. God is de God van het heil. En surrogaat komt van de vijand en betekent onheil. Nou, dat betekent dus dit. Als de Bijbel in 1 Petrus 5 vers 7 zegt, werp al je bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dan betekent het dus dat je zegt, oké, er is onheil in mijn hand. En ik deel het niet uit, maar ik werp het op Jezus. Stop met het uitdelen van jouw onheil en werp het op Jezus. Werp het op Jezus. Werp het op Hem. Want de Bijbel zegt dat als jij alles prijsgeeft, dan doe je iets, dan doe je een verschrikkelijke goede business, goede zaak. De Bijbel zegt dit: het kennen van Jezus Christus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven, zegt Paulus. Het woordje bekommernis betekent letterlijk alles wat je verdriet doet,
of alles wat je verscheurt of verdeelt. Heel veel mensen hebben zoveel verscheurde zaken, verdeelde harten. En God zegt, doe het onheil, alles wat je verscheurt, werp dat ver van je en werp het op Jezus. En het bloed van Jezus Christus, want dat is wat er gebeurt op het moment dat jij je onheil werpt op Jezus, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Op het moment dat hij dat schoon was, dan is het ook weg. Het is als een verre herinnering, water dat voorbij is gestroomd. Het vierde punt is dit. Begraaf je verleden. Gods geestelijke regeneratie is zo compleet dat hij zegt, oké, jij gaat het vergeten, ik ben het vergeten en de vijand die heeft geen poot meer om op te staan. Dat is Gods genade. Dit is wat Jesaja 43, vers 25 zegt. Ik ben het die terwille van mezelf uw zonde wegdoe. En let op wat er staat. En ik zal er nooit meer aan denken. En er zitten hier mensen met huwelijksproblemen. Die hebben ooit uitgesproken, ik vergeef het je. Maar ze blijven er altijd aan denken. En ik zeg je dit. Zolang jij blijft malen over de dingen die slecht voor je zijn. Of de dingen die misschien verkeerd zijn gegaan in je leven. Of de dingen die verkeerd zijn gegaan in een andermans leven. Dan blijft dat feit zich herhalen. Dat geldt ook voor positieve getuigenissen. Bij positieve getuigenissen is het zo dat op het moment dat je het positieve herhaalt, dan herhaalt het wonder zich. En op het moment dat je negativiteit blijft herhalen, dan herhaalt de negativiteit zich. Dat is de kracht van woorden. Ik kan er niks aan doen, dat is gewoon een geestelijk principe. En dat betekent dus dit. Dat als God het heeft weggedaan, en het is weggedaan aan jou, dan heeft je vijand geen enkel recht om het weer opnieuw naar boven te brengen. En op het moment dat een ander het voor je doet, dan zeg je maar, ik snap niet dat jij zo onbijbels tegen mij praat. Want God heeft het weggedaan, ik heb het weggedaan, en de Bijbel heeft geen poot om op te staan. Waarom probeer jij het dan wel om het naar boven te brengen? Zeg even tegen degene die naast je zit, je bent vrijgesproken op het moment dat je het aan Jezus geeft. Je bent vrijgesproken op het moment dat je het aan Jezus geeft. Gelukkig de mensen aan wie God hun misstappen vergeeft en van wie hij vergeet wat ze misdaan hebben. Gelukkig ben je als de Heer je niets meer ten laste legt. Je bent gelukkig. Nou, oké. Dit snappende. Snappen we dit? Dan gaan we eens heel even kijken wat je dan maar moet doen met alles wat er aan oud spul in je leven is. Dopelingen en mensen die misschien denken, misschien moet ik me laten dopen. Mag ik me laten dopen, want dat is een voorrecht. Dit is wat de Bijbel zegt. Die doop in hem, in Jezus, was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen ook wij nu een heel nieuw leven leiden. We zijn dus één geworden met hem, één in dood en één met hem in leven. We weten dat de persoon die we vroeger waren niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. En zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. Zullen we dit even hardop uitspreken? De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Als we met Christus gestorven zijn, geloven we ook dat we met hem zullen opstaan, zullen leven of opgestaan zijn. We zijn er zeker van dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. En door zijn sterven heeft hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. Zijn leven is een leven van God. Beschouw jezelf daarom als dood voor de zonde, omdat je één bent met Christus, leef jij nu voor God. Zometeen gaat hier het podium open.
En daaronder is een doopbad. En daar worden mensen als beeld van de begrafenis van Christus ondergedompeld, begraven in het water. En als ze eruit naar boven komen, dan komen ze eruit als nieuwe mensen. Ik wil je bemoedigen met het feit dat al jouw vorige pogingen die jou hebben ontmoedigd om een nieuwe start te maken, dat al die vorige pogingen overschreven kunnen worden vandaag, doordat God het werk voor je doet. Want begraven, dat doe je niet jezelf, begraven word je. En opstaan uit de dood in een nieuw leven, dat doe je niet uit eigen kracht, maar dat is door de kracht van God. Dus terwijl de kinderen die kunnen gehaald worden, terwijl we hier met elkaar zijn en de dopelingen en de dopers zich klaarmaken, dus als de dopers rijglaarzen hebben, begin je rijglaarzen vast uit te trekken. Ik wil dit tegen jullie zeggen. Als je vandaag een nieuwe start wilt maken, als je vandaag uit de diepe put van slijk en van dood wilt komen, dan grijpt God je vandaag bij de hand en hij tilt je eruit. Ik kom er straks nog heel even op terug als de dopelingen gedoopt zijn. Maar hou in gedachten dat jij vandaag een nieuwe start kunt maken. Als er mensen zijn die zeggen, Richard, ik heb het gesnapt. Ik ben al jaren christen en ik wil ook gedoopt worden. Dan hebben we hebben ze net gekocht in alle maten. Trainingspakken klaar liggen in XXXXXXXL en in SSSSSSS. Jij past altijd in een van die trainingspakken. Met andere woorden, er is zelfs doopondergoed, heb ik begrepen. Hoe dat eruit ziet, weet ik ook niet. Is dat wat je kwijt wil? Of is dat iets waarvan je denkt, dat wil ik in het vervolg ook aan? Oké. Okay. Als jij je wilt laten dopen, dan zit daar die prachtige dame die vandaag voor het eerst leiding van dienst deed. Deed ze dat niet geweldig? Man, je bent een natuurtalent. Ga er naartoe en zeg even, ik wil me laten dopen. Wat is er voor nodig? Ik zeg, topbeslissing. Als dat jouw beslissing vandaag is, topbeslissing. Nou, de kinderen zijn er nog niet. Dan gaan we ondertussen even wat andere zaken doen. Hè? Een liedje. Ja, natuurlijk, doe ook nog. Iedereen die hier vandaag zit en zegt van Richard, ik wil zaken doen met God en ik wil mijn hand uitstrekken omdat hij zich over me heen buigt. Als dat jouw keuze is vandaag en je zegt ik wil vandaag uit mijn slijk en troep en ik wil een nieuwe start maken en ik wil weer hoop hebben en ik wil weer op vaste grond gezet worden en ik wil weer kunnen wandelen en ik wil weer vooruit kunnen. En ik wil weer een nieuw lied in mijn hart hebben. Als dat jouw keuze is vandaag, laten we even onze hoofden buigen. En laten we onze ogen sluiten. Want dit is jouw beslissing voor God. Maar de Bijbel zegt ook, als jij vandaag een beslissing maakt. Jouw beslissing. Dat is een beslissing tussen jou en God. Maar als je iets op aarde vastzet, dan helpt dat ook zeker. Dus als er hier iemand is die zegt, Heer Jezus, ik wil vandaag een nieuwe start maken. En ik wil het oude achter me laten. En ik verlang ernaar dat ik op een gegeven ogenblik kan zeggen, het is als water dat voorbij is gestroomd. Kijk even niet naar de kinderen. Kijk even in de ogen van Jezus. Als dat is wat je wil. Terwijl alle andere mensen hun ogen gesloten houden, steek even je hand op en zeg even, Richard, dit is wat ik wil vandaag. Want ik geloof dat er mensen zijn die zeggen, ik moet afrekenen met de dingen die mij vasthouden in mijn verleden. En ik mag een nieuwe start maken. Mag ik je hand zien? En we doen niks engs,
Dankjewel, ik heb je hand gezien. We doen niks engs. Je hoeft niet naar voren te komen. Je hoeft helemaal niets te doen. Dan alleen maar voor God zeggen. Dit is wat ik wil. Ik wil die nieuwe start maken. Een nieuwe start. Of je nou kerkelijk bent van achtergrond of onkerkelijk. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Een nieuwe start. Ik wil vandaag met nieuwe hoop dit gebouw verlaten. Ik geloof dat er meer mensen zijn. Het spijt me wel. Er zijn meer mensen die een nieuwe start willen maken. Dankjewel. Oké. Op dit moment bid ik even met alle mensen die hun hart en hand hebben opgestoken, maar ook met de mensen die hun hand nog niet hebben durven opsteken. Ik bid over jullie uit dat God zich over je heen buigt en je eruit trekt en je op de rots zet en je weer aan het wandelen krijgt en aan het zingen krijgt. Ik bid dat je op dit moment in de kracht van God opstaat in dat nieuwe leven. En bid maar met me mee, Heer Jezus, ik geef mijzelf restloos, volkomen aan u. Zonder enige terughoudendheid geef ik mezelf over aan u. En ik geef u de kans om uit mijn situatie omhoog te tillen en een nieuw leven te geven. Ik heb spijt, Heer, van alles wat ik zelf heb geprobeerd vast te houden, wat onheil betekende. En ik werp het op dit moment op Jezus. Ik werp het allemaal op Jezus. En ik zeg op dit moment, dank u wel, dat ik een nieuwe schepping ben. En dat ik mag leven met u, nu en voor altijd. In Jezus' naam. Amen.